got your number, written on the back of my hand. I got your number, written on the back of my hand. I got your number. Ja, goedemiddag mevrouw. We spreek ik met de zaakvoerder? Die slaapt momenteel. Die slaapt? Oké, okay, mevrouw. U spreekt hier met hoofdinspecteur De Koning. Huh? Dienst voedingsfraude. Ja. Dan zal ik het even met u proberen, mevrouw. Ik heb een paar vragen. Nee, excuseer mevrouw. Het gaat om het volgende. Het is namelijk zo dat wij de laatste tijd heel veel klachten binnenkrijgen in verband met een nieuw illegaal product, namelijk macao. Ja. Ik weet niet of u dat iets zegt. Nee, dat zegt mij totaal niets. Zegt u niets. Dat is een soort cacaopoeder op basis van illegale chemicaliën die de laatste tijd zeer veel wordt gebruikt. En ik veronderstel dat, dat er bij jullie ook heel veel cacaopoeder wordt gebruikt in jullie producten. Bij ons taarten en zo niet echt, denk ik. In jullie taarten niet en in jullie eclairekes bijvoorbeeld? Ja, daar heb ik geen idee van. Dat is dan, ik ben gewoon verkoopster. Maar wat wij wel kunnen doen, is dat er bijvoorbeeld... wij kunnen telefoonnummers traceren van mensen. En als u in de loop van de dag of van de weken telefoon zou krijgen van iemand... en die u het product wil aanbieden, namelijk het macao-poeder, zou ik u toch wel ten stelligste en zeer vriendelijk willen vragen om die persoon langer dan 2 minuten aan de lijn te houden, omdat wij zo die persoon kunnen traceren dan. Maar ik aanvaard ook nooit geen producten, want het is de bakker zelf die dat beslist natuurlijk. Ja, ja, en u hebt zeker nog geen macao-verkoper of iets aan de lijn gehad? Nee, ik heb er nog nooit niet van gehoord, ook niet. Dus en u bent zeer zeker? Keer. Ja, want oké, okay, mevrouw. Maar zou u dan toch op onze. Kunnen wij dan toch wel rekenen op uw medewerking? Dat ja, als u bellen, dat u toch wel eventjes de lijn voor 2 minuten met die persoon openhoudt? Ja, in orde. Wel, u bent vriendelijk bedankt, mevrouw. Geen enkel. En u weet het, een verwittigd man of vrouw in deze situatie is er twee waard, hè, mevrouw? Inderdaad, ja. Oké, okay, dank u wel, mevrouw. Geen probleem. Dag. Bye. Wat een gehakkel, zeg. Op uw eclairek. Goeiedag, mevrouw. Bent u patissier? Nee. Nee? Maakt u gebruik van cacao in de bakkerij? Nee. Nee. U bent niet geïnteresseerd in het verkopen van macao? Nee. Macao is een speciaal product, een speciaal plantaardig product dat veel wordt gebruikt in China. Ja. Het is veel goedkoper. Het is 1 euro de kilo. Ja, nee, maar geen interesse. U hebt geen interesse? Nee. Dan ga ik moeten inhaken, hè? Ja, oké. Okay. Goed. Oké. Okay. Op de grond! Op de grond! Handen in de lucht! Misschien in de lucht! Niet bang, bang, op de grond! Op de grond! Niet bang, ja! Handen vast, zet hem vast. Hallo? Hallo, met wie spreek ik? Hallo? Hallo? Ja, goeiedag. U spreekt hier met hoofdinspecteur De Koning van voedingsfraude. Kan het zijn dat ik u er straks al aan de lijn heb gehad? Dat kan, ja. Ja, ja mevrouw, ik wou u even bedanken. Wij hebben hier de bende kunnen oprollen. Het ging over de macao-chemicaliën. Ja? Wel, wij waren toevallig in de buurt en wij hebben ze kunnen oprollen. Het is wel spijtig dat u geen 2 minuten aan de lijn bent gebleven. Ja, sorry, maar hier kwam juist de winkel stond vol en er bleven maar klanten binnenkomen. En als ik dan, ik heb moeilijk... Ja, maar dat is toch wel, dat is niet wat we afgesproken hadden in ons vorige telefoongesprek, hè, mevrouw. Ja, ik weet het, maar ja, mijn klanten die kunnen ook moeilijk 10 minuten zitten wachten om dat snap ik. Mijn uitleg zitten doen. Hè. Het kan wel zijn dat u daar nog een reprimande voor krijgt, maar u bent toch zeer bedankt om ons te helpen in dit, fraude, met deze fraudezaak. Ja, geen enkel probleem. Een prettige dag nog. Nee. Dank u wel, dag. Reprimande. Oh, my.